Hey, daar ben ik weer. In mijn eerste video heb ik je wat uitgelegd over de maatregelen die we zouden kunnen nemen om uiteindelijk met z'n allen van het gas af te komen. Vandaag wil ik er een paar laten zien. Maatregelen die passen onder wat ik toen zei haalbaar. Kan je nog herinneren? Haalbaar, schaalbaar, betaalbaar. Nou, we gaan nu eens kijken naar haalbare, maar ook heel erg betaalbare maatregelen die je kunt nemen om de eerste stappen te nemen in het van het gas afkrijgen van jouw huis. Dus we gaan kijken naar een aantal haalbare en betaalbare maatregelen die iedereen kan nemen. Zeker als je een woning hebt die al een paar jaartjes staat, dan zul je zien dat je op het gebied van onderhoud aan je huis soms wat dingen moet vervangen om ervoor te zorgen dat je huis weer kierdicht wordt. Kierdicht. Onthoud dat goed. Het huis moet kierdicht zijn, zodat er geen warmte verliest door de kieren naar buiten. Wat voor maatregelen zou je nou kunnen nemen in je huis? Welke ingrepen hebben groot effect tegen, nou, waar we hopen, tegen een lage prijs die je ervoor voor moet neerleggen? We gaan eens even kijken. Ik heb hier achter me zie je een raampje. Laten we eens even kijken hoe dat raampje eruit ziet. Zo op het eerste gezicht is het een tamelijk eenvoudig raampje. Als ik het raam open doe, dan zie je het misschien wel. Er zitten rubbers in het raam. En die rubbers, dat kun je vooral hieronder zien, die zijn helemaal weg. Ze zitten er nog wel, maar door de verf krimpen ze in. En verliezen ze hun veerkracht. En ook hier zie je dat aan de zijkant. Als je er langs kijkt, dan zie je eigenlijk, als ik het raam dicht doe, dat het nauwelijks meer sluit. Dit is gewoon een tochtgat. En daar moeten we wat aan doen. We moeten die rubbers vervangen. Want weet je, die rubbers die verdrogen. Na 15 tot 20 jaar functioneren ze niet meer. En dan moet je ze gewoon vervangen voor nieuwe rubbers. Dat scheelt je tocht en dat scheelt je dus warmte in je huis. Simpel, eenvoudig. Ik denk dat het niet meer dan 5 euro kost om dit raam te vervangen. Misschien nog wel zelfs minder. En laten we even bij deze deur kijken. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Even controleren hoe het met de rubbers is gesteld. Nou, hier zien we hoe het hoort. Schone rubbers. Van boven tot onder. En je zult ook zien als ik deze sluit, dat dat goed aansluit. Zo moet het. De andere kant van de deur, daar zien we dat de rubbers nog vervangen moeten worden. Daar zit nog verf op. Dus ook die rubbers ga ik nog vervangen voor een nieuwe rubbers. Denk eraan, 15 tot 20 jaar zijn de rubbers verdroogd. Gewoon vervangen voor nieuwe. Tot slot kijken we nog even hier aan de onderkant. Nou, daar zit al bijna geen rubber meer op. Dus vermoedelijk dat ook deze drempel, deze dorpel, vervangen moet worden. Ik sta hier op een ander punt in mijn huis. Bij mijn voordeur. En ook daar is iets bijzonders aan de hand wat eigenlijk heel eenvoudig oplosbaar is. En het heeft alles te maken met dit ding. De brievenbus. Nou, wat is nou het probleem met die brievenbus? Kan je goed zien. De krantenbezorger is net geweest. Ja, en die heeft er een krant in gedaald. En ja, die brievenbus die blijft dus nu gewoon openstaan. Totdat ik die krant eruit haal. En met een beetje wind, jongen, het giert hier naar binnen. De wind, de koude wind, uit het oosten in mijn geval. Nou, het zorgt er echt voor dat de temperatuur hier in de hal met een paar graden gaat zakken. Dus wat we gaan doen. We gaan die brievenbus onklaar maken en we zorgen ervoor dat er een brievenbus buiten tegen de muur komt. Makkelijk voor de postbode en geen tocht meer in mijn huis en daardoor hoef ik het ook niet meer zo te verwarmen. Nou, hij is mooi dicht. Ik heb er zelfs nog even een rilletje in gemaakt. Volgend jaar, van het voorjaar, eventjes plamuren, schuren en een mooi laagje verf erop. En dan zie je er nooit meer wat van. Prachtig mooi. En aan de buitenkant zit gewoon nog steeds
De originele brievenbus. Je moet ook even een verfje hebben, hè? Dat zie je wel. Er is nog iets dat ik je wil laten zien over tochten. En dat is dat raam hier boven mij. Het is een Velux raam, misschien heb je ze ook wel in je huis. Ook daar geldt dat na zo'n 15 jaar de tochtstrip die erin zit volledig verdroogd is. Ik ga je even laten zien hoe dat, waar dat ding zit. Bij mij zijn ze al vervangen, dus speelt dat probleem niet meer. Ik laat het je even zien. Het is een beetje lastig, want ik moet er helemaal op een trappetje voor klimmen. Maar je ziet hier de ventilatieopening van het raam. En daar zit een rubber of een filterstrip in. En die strip die verdroogt na een aantal jaren. En daar zijn gewoon kitjes voor te bestellen bij Velux op internet. En dan trek je de oude eraf. Ja, die verpulvert, die zal je er even met een mesje af moeten schrapen. De nieuwe plak je erop. En als je dat gedaan hebt, dan zal het raam weer sluiten en dan kun je ook dat ding weer dicht doen. Zo, ik heb je een paar suggesties gedaan waar je kunt zoeken in je eigen huis naar mogelijke tochtgaten, kieren. En die kieren die moet je dan proberen te dichten, zodat de warmte niet uit je huis verdwijnt, maar je het gewoon comfortabel warm in je eigen woning kunt houden. Mocht jij ook nog een paar suggesties hebben waar mensen op kunnen letten om hun huis kierdicht te maken, laat het me weten. Je kunt onder deze videofilm je opmerkingen kwijt. Ik hoor ze graag. Misschien kunnen we nog wat kennis uitwisselen. Misschien maken we er dan nog een filmpje van. Maar je hebt nu in ieder geval voldoende tips om aan de slag te gaan met het kierdicht maken van je eigen woning. Hoi!